Jou? Ja. Denk op je vingers. Eerst laten zakken. En schuiven. Zo, die zit een beetje vast. Moet je even de twistlak naar rechts draaien, dan geef je die klem een map. Ja, zie je wel. Oh, maar wacht even. Anders zitten mijn vingers ertussen. Ja, oké. Draai maar los. Kijk, dan kun je een gaatje zien als je hem optilt tot je hem draait. Is hij los, armen? Ja. Nou, het zeiltje even los. Ja, een riemetje los is voldoende hoor. Hij hoeft niet helemaal open, maar gewoon los. Nou, zo is goed. Ja, rubbertjes moeten wel los. Ja, die riemen laat ik er meestal in zitten, want als het gaat waaien, weet je wel. Ja. Het is voor de voorzetchauffeur ook handig als die flappen niet naar buiten waaien, als je voor het dak zet. Kan je dat riemetje nog even, dat lusje. Ja, zo, klaar, mooi. Ik zal je voordragen, Armin. Als je later groot bent. Ja. Mijn. Ja. Wacht maar even, Armin. Zo. Ja, zo doen we dat. Arm, ja. Klap jij die poot even uit? Ja. Rubbertjes. Ja. Ja, die zit goed. Alleen die rubbertjes even. Nou! Nog eentje. Hé, de twistvlak zit nog vast, of niet? Nee. Ja! Nou. Die lest er nog even neer. Ja. Kijk wel van je vingers. Ik weet dat je de vijf reserve hebt, maar ook daar moet je goed op passen. Je moet gewoon kapot. Je vijf vingers gewoon passen. Pinnetje erin. Nou hè, twistlok. Nou, laten we de auto zaken. Knappe kast.
Rechtse knopje in de midden. Rechts in de midden, ja. Ja, mag je aanhangen, mag je laten zakken. Ik ga even de handrem eraf. En ook met de voeten erbij vast. Oké, een zakje weer vleug. Kun je nog even de handrem eraf afarmen? Ja. Met je been op de rem houden op dat moment dat je dat doet, want anders dan gaat hij zomaar springen. Let op hoor, als je de handrem eraf gooit, dan gaat hij nog een keer een stuk sneller. Ja. Rem los! Even wachten! Oké. Nou, Jero. Ik weet niet hoe dat ding moet. Wat ga je doen? De luchtvering wel. Nee, je moet je omhoog zetten, dan loop je er helemaal zo tegen de bak aan. Nee, in het midden. Nee, dan gaat hij weer omhoog in zijn rijstand. Jero. Zo. Nee, eerst eronderuit en dan niet.